laatste lied over de jaren 30, de opkomst van de jazzmuziek, waar toen nog wel veel over te doen was. Na de jaren 30, u weet het, breekt er weer een zware periode aan voor Nederland, de Tweede Wereldoorlog. En daarom hebben we twee Engelse liedjes uitgekozen. Want immers, de koninklijke familie ging naar Engeland en Juliana met de kinderen zelfs helemaal naar Canada. En dat was moeilijk voor Wilhelmina. Zij schrijft daarover: de 2e juni scheepten Juliana met de kinderen en mevrouw Roel met haar dochtertje zich aan boord van de Sumatra, die geëscorteerd werd door Jacob van Heemskerk en naar Halifax koerste. Dit vertrek werd uiteraard strikt geheim gehouden. Bernhard, die toen net terug was uit Frankrijk, bracht Juliana aan boord. Ik staarde in Lydney de vertrekkende auto na. Wanneer en waar zouden wij elkaar weer zien? Bernhard kwam laat thuis, diep onder de indruk van het afscheid. Het duurde lang tot de eerste brief van Juliana een lichtstraal bracht voor hem en mij. Over de hoop om elkaar weer te zien na een zware periode gaat het eerste lied, I'll Be Seeing You, en daarna gewoon een lied over de liefde.